Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschijnt. Hallo, Zis WBO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben zojuist een essaytje gemaakt en het lijkt me leuk om samen even te kijken naar dat essaytje. Dus, ik heb hem hier. Ja. En, nou, je ziet de datum en zo. En het waren 12 vragen om 43 punten. Nou, formulebaatje erbij. Altijd leuk. En dan beginnen we met de hartkromme. Gegeven is de parameter kromme, bla bla bla. En de lijn kx is 1 achtste. De punten A en B zijn de snijpunten van de parameter kromme met de lijn C, de onderstaande figuur. Ja, oké, dat is leuk. Mooie hartkromme, hè? En dan komt bij mevrouw Kramer vandaan trouwens. Die had hem op bord getekend. Dacht ik van even kijken wat de formule is. En toen gaf ze me dit ding. Bewijs dat de kromme voldoet aan deze enge formule. Oké. Okay. Nou, het ziet er misschien een beetje eng uit. Maar eigenlijk valt het best wel mee. Kijk maar. Dus we hebben hier die parameter. Kom maar even netjes opschrijven. Dus x is cosinus van t. En y is de derde machtse wortel van cosinus kwadraat t plus sinus t. Oké. Okay. En dan zeggen ze van ja, bewijs dat die voldoet aan y min de derde machtse wortel van x kwadraat in het kwadraat is 1 min x kwadraat. Oké, okay. Nou laten we dat voor opschrijven. Y min de derde machtse wortel van x kwadraat in het kwadraat. Laten we het maar even invullen. Dus voor y staat er dan de derde machtse wortel van cosinus kwadraat t plus sinus t. Hè? En dat is dus dit stukje, dit is de y. En dan min de derde machtse wortel van x in het kwadraat. Maar x in het kwadraat is cosinus kwadraat. En dan zeg je, hey meneer, wat leuk. Die 3 wortel cosinus kwadraat t valt weg. En dan hou je over sinus t in het kwadraat. Dus sinus kwadraat t. Maar sinus kwadraat t, dat weten jullie, dat is 1 min cosinus kwadraat t. En cosinus kwadraat t, ja, x was cosinus t, dat is x. De x kwadraat, omdat er een kwadraat bij staat, is 1 min x kwadraat. Hey, inderdaad. Dus dit en dit is aan elkaar gelijk. Dus het voldoet. Nou, mooi hè. Oké, dat ze natuurlijk ook allebei mogen invullen en dan laten zien dat het gelijk is. Maar dit vond ik ook een leuke methode. Oké, dan zeggen ze bij som 2, bereken de lengte van lijnstuk AB exact. Nou, het kenmerk van AB is dat die zit bij x is 1 achtste. Dus waarom zouden we niet gewoon deze gegeven formule gebruiken? En dan vullen we hier voor x 1 achtste in en dan berekenen we gewoon de y-coördinaten van A en B. Dus dat gaan we doen. Die formule heb je niet voor niks cadeau gekregen. Dus dan krijgen we hier y min de derde machtse wortel van 1 achtste in het kwadraat. In het kwadraat is gelijk aan 1 min 1 achtste in het kwadraat. Oké, nou. We kunnen natuurlijk eerst 1 achtste in het kwadraat doen en dan de derde machtse wortel. Ja, waarom niet? Dus dan krijgen we hier y min. Nou, 1 achtste in het kwadraat is 1 64ste. En de derde machtse wortel daarvan is 1 vierde. Hè? Want 1 vierde keer 1 vierde keer 1 vierde is 1 64ste. En dat moet dan in het kwadraat is 1 min 1 achtste in het kwadraat. Dit is haakjes. Dus dit is 1 64ste. Dus dit is 63 64ste. Oké. Okay. Ja, nou, dan doen we nu maar de wortel. Hè. Dan zeggen we y min een vierde is gelijk aan plus of min de wortel van 63 64ste. Maar 64 heeft een mooie wortel. Dat is een achtste. Dus dit schrijven we als plus of min 1 achtste keer de wortel van 63. Dus de y-coördinaat is gelijk aan een vierde. Die min een vierde brengen we naar de andere kant. Plus 1 achtste. Keer de wortel van 63. Oké, okay, nou dat is leuk. Er zijn twee antwoorden, maar dat klopt ook.
Hè, want we hebben hier twee snijpunten met de lijn x is 1 achtste. Dus we hebben de y-coördinaat van a, dat is de hoge, dat is 1 vierde plus 1 achtste keer de wortel van 63. En de y-coördinaat van b, dat is de onderste, dat is 1 vierde min 1 achtste keer de wortel van 63. En wat is dan het verschil hier tussen? Dat is de grote min de kleine. Dus ia min ib, nou dan zie je dat de 1 vierde wegvalt en deze min wordt een plus. Dus dit wordt een achtste plus een achtste is een vierde keer de wortel van 63. En dat is exact de lengte van lijnstuk AB. Oké, okay, nou, dan gaan we naar de volgende som. De booglengte van de wortelfunctie. Gegeven is de functie fx wortel x. Om de booglengte van deze functie berekenen, moet je de volgende integraal uitrekenen. Dat zal allemaal wel. Deze integraal kunnen we berekenen met een of andere walgelijke substitutie. Maar gelukkig krijg je allerlei dingen cadeau. Zeg, je krijgt dx cadeau, je krijgt x cadeau, je krijgt zelfs de wortel van 4x plus x krijg je cadeau, allemaal in termen van t. En staat hier, hier mag je zonder bewijs gebruik van maken. Nou, dat is even mooi. En dan zeggen ze dat je dan die substitutie moet toepassen en dan moet je laten zien dat deze integraal eigenlijk die integraal is in termen van t. Nou, laten we eens even kijken of we dat kunnen. Dus, we beginnen dus met de integraal van de wortel van 4x² plus x. En dat delen we dan door 2x. En dan moeten we al die dingen gaan invullen. Nou, de wortel bla bla bla, dat is dit. E tot macht t min e tot macht min t. Dus integraal. E tot de macht t min e tot de macht min t keer e tot de macht t plus e tot de macht min t. Gedeeld door 8. Ja, en dan gedeeld door 2x. Dus dan moet je eigenlijk even een grote deelstreep maken. En dat integraalteken wat langer maken. En dan 2x. Nou, dat is dus 2 keer e tot de macht t min e tot de macht min t in het kwadraat. Gedeeld door 16. Ja, dus deze deelstreep is de grootste. Dat is de middelste deelstreep. Ja, en dan keer dt. Dx. Maar dx is 1 achtste keer e tot de macht t min e tot de macht min t keer e tot de macht t plus e tot de macht min t dt. Dus we hebben nu alle x'en vervangen door t's. En als je dit gewoon hebt ingevuld, krijg je hier al 1 punt voor. Dus dat is fijn. Nou, wat gebeurt er dan? Kijk. Deze e tot de macht t, e tot de macht min t heb ik hier ook en die heb ik hier ook. Dus dit kwadraat, dit hele ding, valt weg tegen die en die. Verder hebben we hier 2 gedeeld door 16, dus dit is een achtste. Dus heb ik boven en onder een achtste. Dus die zooi valt ook allemaal tegen elkaar weg. Dus wat hebben we dan over? 1 achtste. Alles onder de deelstreep is weg verder, dus dat is mooi. Dan hebben we eigenlijk alleen nog een e tot de macht t keer e tot de macht min t. E tot de macht plus e tot de macht min t, sorry. En dat hebben we hier ook. Dus dan hebben we een e tot de macht t plus e tot de macht min t keer e tot de macht t plus e tot de macht min t. Oké, nou dit ziet er mooi uit, maar het is nog niet wat ze hier hebben staan. Ik denk dat we nog even de haakjes moeten uitwerken. Dus dan gaan we van papegaaien. Dus we doen e tot de macht t, e tot de macht t, e tot de macht t, e tot de macht min t, e tot de macht min t, e tot de macht t en die. Dus wat krijgen we dan? Integraal van e tot de macht t keer e tot de macht t is e tot de macht 2t. Ja. E tot de macht t keer e tot de macht min t, dat is 1. Ja, want die plus t en min t samen is 0 en e tot de macht 0 is 1. En dat heb je hier, e tot de macht 0 en hier ook. Dus dat geeft hier een 2. En je krijgt ook nog e tot de macht min t keer e tot de macht min t. En dat is natuurlijk e tot de macht min 2t dt. Oké. Okay. En dan is het nog steeds niet wat zij hebben. Dus dan gaan we nog eventjes die 1 achtste keer dit doen. En dan pakken we die twee dingen even samen. Dus dan zeggen we, nou, dit is e tot de macht 2t plus e tot de macht min 2t gedeeld door 8. En dan hebben we ook nog een achtste keer 2 en dat is dan die 1 vierde. Oké, okay, nou, dat is wat ze hier hebben staan. Zie je dat? Dus 3 punten. Eigenlijk gewoon een invuloefening. En nu willen ze, nu gaan we naar 4 en dan zeggen ze, ja, dat ding wat we er net hebben berekend, Dat kan je dan uitrekenen en dan komt dit uit, zegt ze dan. Nou, kunnen we dat inzien? Misschien wel. Kijk maar. We doen de integraal van e tot de macht 2t plus e tot de macht min 2t gedeeld door
8 plus een vierde. Oké, nou dit is gewoon een constante en als je die primitiveert krijgt hij een t. He, dus die 1 vierde t, dat is wel in te zien, maar hoe zat het ook alweer met die e tot de macht? Nou, even kijken. Als je e tot de macht ax ging differentiëren, dan werd dat a keer e tot de macht ax. Dat is vanwege de kettingregel, die a is de afgeleide van ax. Als je e tot de macht ax gaat primitiveren, dan krijg je ook gewoon je e tot de macht ax, maar dan krijg je een 1 gedeelde a. Om de a op te vangen die je krijgt als je gaat differentiëren. Dus in dit geval, als we die primitieven gaan uitrekenen, dan krijgen we dus hier een half e tot de macht 2t. En hier krijgen we min een half e tot de macht 2t, omdat er hier een min 2t, omdat hier een min staat. Gedeelde 8, plus die 1 vierde t waar we het al over hadden gehad. Plus c. En dan, ja, hoe schrijven we dit dan om? Nou, we doen alles boven en onder keer 2. Dus dan krijg je e tot de macht 2t min e tot de macht min 2t gedeeld door 16 plus een vierde t. En dat hebben zij ook. Merk op dat je natuurlijk ook meteen kunt bluffen dat dit gelijk is aan dat. Maar we willen aan je antwoord natuurlijk wel zien dat je de kettingregel hebt gebruikt. En dat je ergens die halve tevoorschijn laat komen. En dat in dat minteken. En niet zomaar meteen dit antwoord opschrijven. Want dan, ja, dan schrijf je gewoon de som over zonder iets te doen. En dan krijg je dat ene punt ook niet. Oké, laatste. Door op te merken dat bla 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 en goed te kijken in het lijstje met gegeven formules, kun je de volgende vraag beantwoorden. Dus nu moeten we eigenlijk in dit antwoord moeten we de x'en gaan terugsubstitueren. En er staat een hint in de som. De hint in de som, die je natuurlijk niet nodig hebt, want jullie weten dit allemaal. Maar dit is een merkwaardig product. Hè. Dit is a kwadraat min b kwadraat. En a kwadraat min b kwadraat kan je schrijven als a plus b keer a min b. Dus laten we dat maar even doen. Dus dan krijgen we e tot de macht t min e tot de macht min. Dus we schrijven het minteken eerst op in de hint. Laten we de hint gewoon volgen. De hint staat niet voor niks op die manier. En dan e tot de macht t plus e tot de macht min t gedeeld door die 16. Die schrijven we zo op. En dan hebben we hier die 1 vierde t plus c. Oké, dit is 16. Maar we gaan heel even spieken in dit lijstje met dingetjes. Want we herkennen dit ding, zie je dat? E tot de macht t min e tot de macht min t en e tot de macht t plus e tot de macht min t. Maar er staat hier een 8 onder. Dus wat ik doe, is ik schrijf hier een 8 onder en ik schrijf er een half. Schrijf ik ervoor. Dan is het nog steeds 1 zestiende, maar dan zie je die 8 hier. En het voordeel is dan dat je dit ding herkent. Dat je van, oh, maar dat is gewoon die wortel 4x kwadraat plus x. Dus je krijgt hier een half keer de wortel van 4x kwadraat plus x. Hè, want dit was de wortel van 4x plus x. Dat staat in het formuleblad. Of staat in het overzicht met formules die je zonder bewijs mocht gebruiken. Plus een vierde keer t. Maar wat is dan t? Nou, daar zijn we mee begonnen. T is de helft van de ln van deze bagger. Dus dat is de helft. Ja, want we hadden dus een vierde. Die hadden we hier al. En dan moet het ook nog een keer een half. Een vierde keer een half is natuurlijk een achtste. Dus 1 achtste keer de ln van 8x plus 1 plus 4 keer de wortel van 4x kwadraat plus x plus c. Nou, en dat was ook weer één puntje. Hè? Dus je moest in ieder geval de hint toepassen en dan zeggen van, oh, maar ik herken hier die wortel. En verder is het gewoon uitschrijven. Dus dan krijg je dat punt wel. Goed, logaritme en exponent. Het houdt niet op. Gegeven zijn de functies fx is 2 log 1 plus 4 tot de macht x en gx is 4 log 2x 2 tot de macht x min 1. In onderstaande figuur zie je de grafieken. Kortste verticale verbinding. Oh, dat is leuk. Die heet AB. Oké, de kortste verticale verbinding. Toon aan dat gx de inverse functie is van fx. Inverse functie. Hoe zal het ook alweer? Nou, we beginnen met gx. We laten beginnen met fx. Hè. Maakt niet uit. Maar meestal begin je met de eerste functie waar je de inverse van wil berekenen. En dat was 2 log
1 plus 4 tot de macht x. En dan moeten we de inverse berekenen. Inverse berekenen bestaat uit twee stappen. En de volgorde van die stappen is niet zo belangrijk. Eén van de stappen is dat je x en y verwisselt met elkaar. En de andere stap is dat je dan de andere variabelen vrijmaakt. Dus ik ga eerst de x vrijmaken en dan ga ik de namen van x en y verwisselen. Dus, wat doen we dan? Nou, we herkennen hier natuurlijk de regel voor logaritme eigenlijk, de definitie. Als 2 tot de derde is 8, dan mag je dat schrijven als 2 log 8 is 3. En dat zorgt ervoor dat als je iets hebt van deze vorm, 2 log iets is iets, dan kan je dat schrijven als een macht. Dan kan je dat schrijven als 2 tot de macht i is 1 plus 4 tot de macht x. En dan kan je die 1 naar de andere kant brengen. Dan staat er 4 tot de macht x is 2 tot de macht i min 1. Ofwel, en nu kunnen we weer het regeltje toepassen, maar dan de andere kant op. De x, de exponent, is gelijk aan 4 log 2 i min 1. Oké. Dat is leuk. En nu? Nou moesten we x en y nog verwisselen. Dus dan zeggen we, kijk, de inverse functie is dus y is 4 log 2x min 1. Oké. Dat is leuk. En dit is natuurlijk de formule van gx. Hè, dus we hebben het laten zien. Mooi. Nou, laten we eventjes een leeg stukje bord pakken. Dan gaan we kijken wat we nog meer moeten doen. Breek de lengte van lijnstuk AB. Oké. Lijnstuk AB, dat is de kortste verbinding tussen A en B. Nou, B ligt boven A. Hè. En B hoort bij F en A hoort bij G. Dus de lengte van AB is gelijk aan fx min gx. En we willen hier het minimum van hebben. En er staat niet dat het met differentiëren moet. Er staat niet dat het exact moet of whatever. Dus je kan dit gewoon op je rekenmachine doen. Dus we vullen gewoon letterlijk in die formule. En dan gaan we kijken wat het minimum is. Waarom niet? Oké, dus fx. Even kijken. Dat was 2 log 1 plus 4 tot de macht x. 2 log zit hier ergens in. Ja. 2 log 1 plus 4 tot de macht x. Ja. Oké. En dan doen we dat is de grote en doen we min de kleine. En de kleine is de gx, dus dat is 4 log 2 tot de macht x min 1. Dus dan pakken we weer die log. En dan 2 tot de macht x min 1. Dat is hem. Nou, dan gaan we er een plotje van maken. En dan, dan zien we dat er hier een minimum zit. Dus dan zeggen we tegen de rekenmachine, hey rekenmachine, wat is dat minimum? En dan zegt hij, dat minimum is 2,19, zie je dat? Dus ja, dan voer je in, dan zeg je dus in grafische rekenmachine, I1 of whatever, is de formule. Dus 2 log 1 plus 4 tot de macht x min 4 log 2 tot de macht x min 1. En dan doe je ook minimum. Geeft en dan de minimale lengte, dus AB, is gelijk aan 2,19. Hoeveel decimalen staat dat in de som? Nee? Nou, dan voorzien je zelf hoeveel decimalen. Dus ik vind 3 decimalen wel mooi, want ik had die 9 al opgeschreven. Grappig, hè? Dus als je dit algebraisch gaat doen, dan is het een kansloze situatie. Maar gelukkig weten jullie dat als er alleen maar berekend staat, dat het niet algebraisch hoeft. Oké, 8. Los exact op fx min 2 gx is 2 log 5 2 derde. Oké, dat moet wel exact. Goed, nou dan schrijven we even op wat we willen. Dus fx dat was 2 log 1 plus 4 tot de macht x min 2 keer 4 log 2 tot de macht x min 1 is gelijk aan 2 log 5 2 derde. En dan zeg je maar, meneer, wat is dit voor een rotbreuk? Is dat leerlingpesten? Nee, dat is geen leerlingpesten. Dit zorgt ervoor dat de som mooi uitkomt. Die breuk is zo gemaakt dat als je dit gaat doen, dat het dan uiteindelijk een vrolijke boel wordt. Oké, nou je ziet allemaal dingen met 2 log, zie je dat? Alleen hier zie je een 4 log. Kunnen we van een 4 log een 2 log maken? Ja, daar hebben we een rekenregel voor. 4 log a is namelijk 2
log a gedeeld door 2 log 4. En 2 log 4, dat is 2. Dus we kunnen eigenlijk gewoon gratis hier een 2 log van maken. En dan krijgen we een gedeeld door 2. Maar we hebben hier al een 2, dus dan valt dat lekker weg. Dus dan krijg je hier 2 log 1 plus 4 tot de macht x min 2 log 2 tot de macht x min 1. Dat is fijn. En dan hebben we hier 2 log 5 2 derde. Oké, nou, als je 2 logs met hetzelfde grondtal min elkaar hebt, dan mag je de binnenkant delen. Dus dan krijg je hier 2 log van 1 plus 4 tot de macht x gedeeld door 2 tot de macht x min 1. Is gelijk aan 2 log 5 2 derde. En nou, dit is ook leuk, want nu heb je log is log. En dat betekent dat de binnenkanten gelijk moeten zijn. Dus ik maak hiervan 1 plus 4 tot de macht x gedeeld door 2 tot de macht x min 1. Is gelijk aan, dan maak ik ook even een breuk van. 3 keer 5 is 15. Dus dit wordt 17 derde. En dan kunnen we even kruisingsvermenigvuldigen. En dan krijg je 17 keer 2 tot de macht x min 17 is gelijk aan 3 plus 3 keer 4 tot de macht x. Die 4 tot de macht x die schrijf ik eventjes als een 2 tot de macht x in het kwadraat. Hè? Want als je 2 tot de macht x in het kwadraat doet, dan is dat 2 tot de macht 2x. Maar dat mag je opvatten als 2 tot de macht 2 tot de macht x. Eigenlijk verwissel je gewoon die x en die 2. En dan zeg je, hé, maar 2 tot de macht 2 is 4. Zie je dat? Oké, maar nu is het opeens een kwadratische vergelijking geworden met ons onbekende 2 tot de macht x. Dus we krijgen hier, we brengen alles naar die kant. En dan krijg je 3 keer 2 tot de macht x in het kwadraat. Min 17 keer 2 tot de macht x. En dan hebben we hier ook nog 3 plus 17, dus plus 20. Is 0. En nu willen we 2 tot de macht x oplossen. Nou, dat doen we natuurlijk met de ABC-formule. Dus dan krijg je 2 tot de macht x is gelijk aan min b. Dus dat is plus 17. Plus of min de wortel van min 17 in het kwadraat. Min 4 maal 3 maal 20. Oké. Okay. Gedeeld door 2 keer a. Dus 2 keer 3. Oké, die discriminant. Even kijken. Ik zei net dat het mooi uitkwam. Dus als het nu niet goed uitkomt, zit er of een fout in de toets, of ik heb het hier zelf verkeerd berekend. Dus hopen dat het gewoon wel goed uitkomt. Min 4 keer 3 keer 20 is... zie je, ik heb de wortel ook al gezet. Dus 7 inderdaad. Dus dit is 49 en dan is de wortel 7. Dus dan krijg je hier 17 plus of min 7 gedeeld door 6. En dat geeft dan twee antwoorden. Als je 17 plus 7 doet, heb je 24. 24 gedeeld door 6 is 3. En je kan ook 17 min 7 doen, is 10. 10 zesde is 5 derde. Oké, maar nu hebben we 2 tot de macht x. We willen x nog weten. Dus dan zeg je, nou, x is gelijk aan 2 log 3. Of x is gelijk aan 2 log 5 derde. En nou hebben we de exacte oplossing van dat ding. Dus dat is leuk. Moeten we het nog controleren? Ik denk het niet. Volgens mij voldoet het allebei wel. Ik heb geen gekke dingen gedaan, toch? Nee, vast niet. Het is allemaal netjes positief. Oké, goed. Nou, dan gaan we naar som 9. Als je het natuurlijk wil zien, je kan het gewoon even in je rekenmachine zetten. Dan zie je dat er twee snijpunten zijn. Som 9. Op de grafiek van f ligt punt p met x-coördinaat p en punt q met x-coördinaat p plus 1. Voor elke waarde waar p groter is dan min 1 kan het verschil iq min ip worden bepaald. Onderzoek op exacte wijze of er een waarde van p is waarvoor dit verschil gelijk is aan 6. Oké. Dus iq min ip is gelijk aan 6. Dit willen ze dat we gaan berekenen. Nou, iq is f in het punt p plus 1. En ip is f in het punt p. En dat staat hier.
P, Z heeft x-coördinaat P en Q heeft x-coördinaat P plus 1. En we willen gaan kijken, we willen eigenlijk proberen op te lossen van, hey, kan dit gelijk zijn aan 6? Oké, nou, f, de functie f was, even spieken, 2 log 1 plus 4 tot de macht x. Oké, 2 log 1 plus 4 tot de macht p plus 1, ja, min 2 log 1 plus 4 tot de macht p. En we willen dat dit 6 is. Oké, nou, we kunnen natuurlijk die logs, we kunnen dit weer door elkaar gaan delen. Dus dan krijg je 2 log, de binnenkant van de log delen. Dan krijg je 1 plus 4 tot de macht p plus 1 gedeeld door 1 plus 4 tot de macht tot p. Oké, en dat moet 6 zijn. En 6 kan ik schrijven als 2 log van iets, namelijk 2 tot de macht 6. En 2 tot de macht 6 is 64. En nu heb je 2 log a is 2 log b, zeg maar. Dan ga je zeggen, oh, dan zijn de binnenkanten gelijk. Dus dan krijg je 1 plus 4 tot de macht p plus 1 gedeeld door 1 plus 4 tot de macht p is gelijk aan 64. En om eventjes, omdat ik wil kruisingsmenigvuldigen, maak ik van die 64 ook even een breuk. Dan gaan we nu kruisingsmenigvuldigen. Dan gaan we zeggen, oké, 1 die keer die is die keer die. Dus dan krijgen we 1 plus 4 tot de macht p plus 1 is gelijk aan 64 keer 1 plus 4 tot de macht p. En dan werken we de haakjes even uit. Dus dan krijg je hier 64 plus 64 keer 4 tot de macht p. En ja, die 4 tot de macht p plus 1, dat is natuurlijk gewoon 4 keer 4 tot de macht p, hè? Oké, nou, dan gaan we eventjes alle... ja, wat zullen we doen? Maakt niet zoveel uit. Laten we alle 4 tot de macht p naar deze kant brengen. Dan krijg je 4 keer 4 tot de macht p min 64. 4 tot de macht p is min 60 keer 4 tot de macht p. En dan hebben we hier nog die 64 over en hier die 1. Dus dan noemen we 64 min 1 is 63. En dan kom je tot de conclusie dat 4 tot de macht p gelijk moet zijn aan min 63 gedeeld door 60. Maar dat kan niet, hè, want 4 tot de macht p is altijd groter dan 0. Dus onze conclusie, onderzoek of er een waarde voor p is. Van, nee, er is niet zo'n waarde voor p. Is niet zo'n waarde voor p. Oké, nou, dat weten we dan ook weer. Goed, nou weer tijd voor een andere som. Een zagraku, oh, dat hadden we nou echt niet verwacht. Een vierkant, OABC met... allerlei punten met punt A op 2a, 0, B 2b, 2c en C op 2d, 2e. B is groter dan D, A is groter dan 0, C is groter dan 0, E is groter dan 0. Oké, nou leuk. Op de buitenkant van elk van de zijden zetten we vierkanten D, E, A, 0, bla bla bla. Dus dit is de tekening, zie je dat? En dan hebben we ook de middens van de vierkanten, dat zijn de snijpunten van de diagonale. En dan hebben we hier een SQ en een PR en het lijkt wel of ze even lang zijn en loodrecht op elkaar staan. In deze opgave gaan we bewijzen dat het waar is door te laten zien dat PR links gedraaid is QS. Dus als ik PR naar links draai, dan krijg ik QS. Als dat waar is, dan zijn deze dingen even lang en loodrecht. Nou, dat is fijn. Er geldt dat... Oh, dan geven ze even die vectoren cadeau. Dat is wel lief, hè? En... dus laten we dat even opschrijven. Dus bij som 10, dit is som 10 dan, want net hadden we som 9. Vector A is 2a 0. Vector B is 2b 2c. En vector C is 2d en 2e hier. Nou, oké. En dan zeggen ze, kijk, vector Q, wat was vector Q ook alweer? Dat was het midden van dit vierkant. Vector Q, zeggen ze, is eigenlijk gewoon... Nou, kijk, als je nou vector F en vector B doet... en je telt ze op en je deelt ze door 2... dan krijg je het midden. Hè? Want het midden tussen twee punten... dat is gewoon het gemiddelde van de vectoren. Dus als we nou vector B kunnen uitrekenen... en vector F, dan zijn we er eigenlijk al. En vector AF, dat is vector AB naar rechts gedraaid. Dus vector F is OA... plus de naar rechts gedraaide versie van AB... nou, dat staat hier
in de tekst om je een beetje te helpen. Hè. Ze zeggen van kijk, vector Q is gewoon vector A plus het midden van als je vanuit A naar B gaat en vanuit A naar B en dan rechts gedraaid. Dus nou, je ziet hier dat die factoren 2 allemaal mooi worden opgevreten. Je ziet al die factoren 2 die gaan weg vanwege die half hier, dus dat is fijn. En dan tel je dat allemaal op en dan kom je hierop uit. Nou, dat is vector Q. Oké, maar wat moeten we dan doen, meneer? Nou, er zijn ook nog een paar andere vectoren en die moet je dan eventjes laten zien dat ze correct zijn. Dus wij moeten eventjes vector P gaan berekenen en vector R en vector S. Oké, nou, laten we maar eventjes het plaatje erbij pakken. Vector P, dat is eigenlijk het midden van de oorsprong en vector E. Of het midden van vector A en vector D. Dus dat schrijven we even op. Vector P is het gemiddelde van vector A en vector D. Maar vector D is deze vector naar rechts gedraaid. Dus dan doen we hier A naar rechts gedraaid. Oké. Even invullen. A was 2A0. En als ik naar rechts draai, dan moet ik alles verwisselen en dan moet ik de onderste een min teken geven. Dus dan krijg je hier min 2a. Nou, als je dat dus optelt, krijg je 2a en min 2a met een half ervoor. Dus dan krijg je hier a min a. Oké, kom op bekend voor. We gaan het zo wel even controleren. Vector r. Ja, dat is eigenlijk de smerigste. Vector r is bijvoorbeeld het gemiddelde van vector c en vector h. En vector H kan ik schrijven als vector B. Dan moet ik het verschil hebben van die BC. Of niet het verschil van B en C heb ik vector BC. En als ik die naar rechts draai, dan krijg ik BH. Dus even opschrijven wat we willen. Ik reken wel even vanuit B. Dus we zeggen van nou, ik wil vector B. En dan wil ik daarbij optellen. De helft van vector BC plus, en dan moet ik vector BC naar rechts draaien, BC naar rechts gedraaid. Oké, nou eventjes hier op een aparte regel. Wat is die BC eigenlijk? Vector BC is vector C min vector B. En vector C is 2D en 2e als kentallen. En vector b is 2b en 2c als kentallen. Oké, dus dat doen we dan met elkaar. En dan krijgen we 2d min 2b. En hier 2e min 2c. En wat is dan bc naar rechts gedraaid? Nou, dat is dezelfde vector, maar dan keren we hem om. Dus dan krijgen we bovenin een 2e min 2c. En onderin krijg je deze, maar dan met een minteken ervoor. Dus dan betekent dat ik gewoon de b en de d even omdraai. Dan heb ik ook een minteken ervoor. Oké, nou. Dus vector b was 2b en 2c. En dan doen we plus de helft van deze twee dingen opgeteld. Nou, die half die eet die factoren 2 op. Dus ik krijg hier gewoon d min b en e min c plus e min c en bovenin b min d. Oké, nou, en dan moeten we dit even gaan samennemen allemaal. We hebben een 2b min b, dat is een b. En we hebben verder een c, een min c zelfs. Wacht even. Een min c. En een D en een E. He? Als je goed kijkt hier, dit is de E en dat is de D. En de C had een min, dat is deze min. En die min B en die 2B wordt samen B. En aan de onderkant heb je ook een B. Je hebt een 2C min C, dat is gewoon C plus C in dit geval. De D heeft een minteken hier en de E heeft gewoon een plus. Dus dat is vector R, dat gaan we ook zo controleren. En dan moeten we nog even vector S gaan berekenen. Vector S.
is... dat is gewoon vector C en vector C naar links gedraaid en dan opgeteld. Hè, dus, en dan het gemiddelde, dus de helft van vector C plus vector C naar links gedraaid. Oké, wat is vector C ook alweer? Is gegeven, dat was 2b, nee, vector C. Dat was 2d en 2e. Oké, dus dat is 2d, 2e. Plus en dan naar links draaien. Links draaien betekent verwisselen en aan de bovenkant een minteken geven. Of ja, als er een min staat, maak je er dus een plus van. Dus dan krijgen we hier uit d min e aan de bovenkant. En aan de onderkant krijg je d plus e. Oké, even controleren of dit dezelfde antwoorden zijn als die in de toets staan. Dat is altijd wel fijn. Die klopt. Die klopt ook. En die b min c plus d plus e en b plus c min d plus e. Ja, fijn. Klopt. Oké. 11. Nu zeggen ze, ja, maar bereken dan PR en QS en laat zien dat links gedraaid PR dat een QS is. Oké, dat kunnen we. Want wat is PR? PR is vector R min vector P. En vector R, dat was die lange, dat was die b min c plus d plus e en onderin b plus c min d plus e min vector p. En vector p, dat was diegene met a en min a. Oké, dus als we dit uitrekenen, merk op dat alle factoren 2 weg zijn, hè? Fijn hè. Dus dan krijg je hier min a plus b min c plus d plus e. En onderin krijg je min min a, dat plus, dus a plus b plus c min d plus e. Oké, dat is PR. En dan gaan we ook even die QS uitrekenen. QS is namelijk vector S min vector Q. Hè? En vector S, dat was D min E. Dat is wat hier staat. D plus E. En de vector Q is, die stond in de toets gegeven. Dat was deze. Dat is A plus B plus C. En onderin heb je dan a min b plus c. En dan moet je dat even samen nemen. Nou, dan krijg je dus, dit krijgt allemaal een min. Dus dan krijg je min a min b min c en dan plus d min e. En onderin krijg je ook hier die min, hè, min a plus b min c en dan plus d plus e. Oké, en wat we dan moeten laten zien, als we PR naar links draaien, moet je ook dit krijgen. Dus we gaan nu PR naar links draaien. En dat betekent dat je ze moet verwisselen en dan de bovenkant een minteken geven. Dus we gaan, deze hè. Dus we gaan deze opschrijven, maar dan met een min. Dus dan krijg je min A min B min C plus D min E. En onderin krijg je gewoon degene die bovenaan staat. Dus dat is min a plus b min c plus d plus e. Nou, is dat gelijk aan wat hier staat, QS? Even goed kijken naar de plusjes en de minnetjes en hopen dat het allemaal overeenkomt. Ja, dit is gelijk aan QS. Dus we hebben bewezen wat we moesten bewezen. Nou, dat is leuk. En dan hebben we nog één sommetje volgens mij, het omwentelingslichaam. Gegeven is de functie fx is de absolute waarde van x keer de wortel van x plus 4. Factor v wordt ingesloten op x van f en x als. Ziet ons aan de figuur. Weer een prachtig plaatje erbij. Hè? Bereken exact de inhoud van het omwentelingslichaam dat je krijgt als v wentelt om de x as. Oké, de formule voor omwentelingslichaam die ken je natuurlijk. Hè? Dat was de integraal van pi keer de functie in het kwadraat. En de pi schrijf ik graag buiten het integraalteken, want dat voegt toch helemaal niks toe. Je moet er natuurlijk wel erbij houden, maar ik vind het zelf niet leuk om in integraal te schrijven. Dat doe ik lekker niet. Dit moeten we dan uitrekenen. En dan van deze grens op die grens. Oh,
dan moeten we eventjes kijken wanneer deze functie 0 is. Wanneer is x keer de wortel van 4 plus x, de absolute waarde van x keer de wortel van 4 plus x, ja? X plus 4 eigenlijk, wanneer is dat 0? Nou, dit is een product. En een product is 0 als één van de twee dingen 0 is. Dus nou, de absolute waarde van x is 0 is als x is 0. En de wortel van 4 plus x, hè, dan doe ik het toch andersom, maar dat maakt ook niet uit, is 0. Nou, dan kan ik het noteren. 4 plus x is 0, dus x is min 4. Dus we zitten hier met de grenzen van min 4 tot 0 te rekenen. Oké, nou, normaal gesproken worden we natuurlijk niet blij van een kwadraat primitiveren, maar nu gaat die wortel in ieder geval weg, dus dat is iets. De absolute waarde voor x in het kwadraat is gewoon x kwadraat, dus ik moet primitiveren x kwadraat keer x plus 4. En ja, dan moet je toch echt even deze haakjes uitwerken, anders is het een kansloze operatie. Dus pi keer de integraal van min 4 tot 0, en dan krijg je hier dus een x tot de derde en een 4x kwadraat. En nu kunnen we gaan primitiveren. En dan zeggen we, oh, maar wacht eens even, x tot de derde. Als ik dat wil primitiveren, dan krijg ik een vierde x tot de vierde. Hè? Want 4 keer een vierde is 1 en dan wordt dit een tot de macht 3. Dat wil ik. En op dezelfde manier hier ook een 4 derde x tot de derde. Evalueren in de grenzen 0 en min 4. Nou, als ik 0 invul, dan staat overal 0. Dus dan gewoon lekker 0. Min, en nu moet ik overal min 4 gaan invullen. Dus dan krijg ik een vierde keer min 4 in het kwadraat plus 4 derde keer min 4 tot de derde. Oké, nou, dit kan je natuurlijk uit je hoofd berekenen, maar ja, ik heb er even geen zin in. Dus ik zeg, ik doe die binnenkant en dan zet ik er later nog een minteken voor. Ja? Dus we doen 1 vierde keer min 4 in het kwadraat. Dus min 4 in het kwadraat is gewoon 16. 1 vierde keer 16 is gewoon 4. Dit wordt 4. Plus, maar 4 tot de derde wordt min 64. Dus dan krijg je eigenlijk min. En 64 moet nog een keer 4. Dus dan krijg je 128. Min 126. Sorry. 256 natuurlijk. Is dat zo? Ja, 4 keer 64. Oké, gedeeld door 3. Dus 4 min 256 gedeeld door 3. Oh, wacht eens even, maar dit is toch een tot de vierde. Ja, dus dit is helemaal geen 4. Dit is een groter getal. Namelijk ook 256. Maar dan moet je nog door 4 delen. Dus dan krijg je hier die 64. Oké, dus 64 min 256 gedeeld door 3 is min 21 1 derde. Maar er staat nog een min voor. Dus mijn antwoord is 21 1 derde pi. En dat is de inhoud van het omwentelingslichaam. Oké, was dat het dan? Ja, nou, dan zijn we klaar. Ik hoop dat jullie het allemaal goed gemaakt hebben en dat een leuke bespreking vonden. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.